Goedemorgen broers en zussen. Hoe gaat het met jullie? Nog altijd aan het nagenieten van uh, degenen die mee geweest zijn naar Israël? Ik denk van wel, hè? Wat een reis. Het was prachtig. Ik ben blij om in jullie midden te zijn. Ik heb ook een uh, woord voor jullie deze morgen. En uh, als jullie je Bijbel bij hebben, dan mag je dat openen. Op Lucas hoofdstuk 9. Ik wil drie gedeelten lezen uit het Lucas evangelie die verband houden met elkaar. Lucas hoofdstuk 9 vanaf vers 23. Ik lees 23 en 24. En hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet gij zich verlogenen, zichzelf verlogenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Het volgende gedeelte staat in hetzelfde hoofdstuk, maar daar lees ik vanaf vers 57. En het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen. En de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen geeft niets waarop gij het hoofd kan neerleggen. En tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Gere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de dodigen doden begraven. Maar u ga geen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei: Gere, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus, die zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En het laatste gedeelte uit Lucas Evangelie staat in hoofdstuk 14. Daar lees ik vanaf vers, even kijken, vanaf vers 25. En vele menigten trokken met hem mee, en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of gij de middelen wel geeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd geeft, en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten. En zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat in om te strijden met een andere koning... ...gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of gij bij macht is met 10.000 man tegen tegemoet te gaan... ...die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet... Dan stuurt gij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat gij geeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mestgoop. Men gooit het weg, wie oor geeft om te horen, laat die horen. Tot daar de drie uh, schriftgedeelten. En u hebt het al gemerkt, deze schriftgedeelten gaan over het volgen van Jezus Christus. En ik denk dat de Heer Jezus hier heel duidelijke taal ook spreekt. En hij eindigt eigenlijk met een, een ernstige waarschuwing voor uh, alle gelovigen. En dan zegt hij, zo kan dan ieder van u die niet alles wat gij geeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. En uiteindelijk zegt gij, wie oor heeft om te horen, laat die horen. Of met andere woorden, zegt de Heer Jezus, je hebt nu goed gehoord wat ik gezegd heb. U weet het wat het nu betekent om mij te volgen. Als u mij wilt volgen, doe dat wat ik u gezegd heb. Met andere woorden, hè, wie oor heeft om te horen, laat die horen. Nu die uitspraak van de Heer Jezus Christus, die zegt, wie zijn kruis niet draagt, dat komt op vijf verschillende plaatsen voor in drie evangelieën. Vijf maal is het genoteerd geweest. En ik denk dat de heer Jezus dat vele malen ook gezegd heeft in zijn openbare bediening. Op vijf plaatsen staat het geschreven. En dit op zich toont aan hoe belangrijk het ook is. Die woorden die de heer Jezus op dat moment ook uitspreekt. Belangrijke woorden om hem uiteindelijk ook te volgen. Jezus die geeft het hier niet. Zoals we wel eens in de volksmond ook wel zeggen, ieder huisje geeft zijn kruisje. Dat is ook waar, we hebben allemaal onze eigen problemen, onze eigen strijd, onze eigen moeilijkheden. Maar de Heer Jezus geeft het hier niet over. Hij heeft het niet over de zorgen die wij soms hebben, omdat we het financieel misschien niet rondkrijgen. Hij heeft het ook niet over het feit van hoe het zit op ons werk. Misschien geeft u geen werk, daar heeft hij ook niet over. Hij heeft ook niet over het feit dat u misschien problemen heeft met bepaalde relaties. Misschien met uw partner, misschien met uw kinderen. Hij heeft er ook niet over dat u misschien alleen bent en dat dat moeilijk voor u is. Hij heeft ook niet over het feit dat u misschien een of andere fysiek probleem hebt, misschien een of andere ziekte, daar heeft hij ook niet over. Even het ook niet over een of andere handicap die u kunnen hebben in uw leven. Al die dingen die ik zo net heb opgenoemd, dat zijn inderdaad eh, zaken die ons leven, het in ons leven moeilijk kunnen maken. Maar dat is niet wat de heer Jezus Christus hier bedoelt met ons kruis dragen en gaan volgen. En Jezus zegt hier ook niet, dat wij zomaar al onze problemen die we nu hebben, dat we dan maar zomaar voor lief moeten nemen. He? Dat is ook niet wat hij bedoelt. Integendeel. Als u God kent, dan weet u dat de Heere God u altijd in al uw problemen tegemoet wil komen. Hij wil u leiden. Hij wil u door uw problemen geen ook leiden. Hij wil oplossingen aanreiken in uw leven. Hij wil u kracht geven om bepaalde zaken te kunnen dragen. Dus de liefde van God, zo is God. Bij al die negatieve zaken die ik daar net even heb opgenoemd, dan moeten wij ons als Christen zomaar niet bij neerleggen. We moeten zomaar niet zeggen van, oké, okay, dat hoort er allemaal bij. Wij als Christenen mogen ook in de strijd gaan, in de geestelijke strijd. Wij mogen gaan bidden, wij mogen pleiten bij de Heere God om ons te helpen, om ons door onze moeilijkheden en onze problemen die we soms allemaal hebben, om daar ook ons te helpen. En hij zal ons tegemoetkomen. Hij zal ons kracht geven. Hij zal ons helpen. Maar wat wil de Heer Jezus Christus hier nu werkelijk zeggen? Wat bedoelt gij nu met dat wij ons kruis moeten dragen? En ik denk dat de, Heer, dat de toehoorders op dat moment, toen de Heer Jezus Christus dat ook zei, dat zij heel goed begrepen wat het betekende, je kruis te dragen. Want u weet het. Het volk van God, de Joden, ze waren op dat moment onder de heerschappij van de Romeinen. En wanneer de Romeinen een misdadiger oppakten, een misdadiger in hun ogen, en wanneer ze hem wilden kruisigen, dan moest die man of die vrouw haar eigen kruis dragen: het kruis waar ze zouden worden aangehangen. U kent het wel, van de heer Jezus Christus. Dit was een teken van onderwerping. De Romeinen hadden de macht en daardoor lieten ze ook hun gezag zien. Maar het was tezelfde tijd ook een heel ernstige waarschuwing aan iedereen die het zag gebeuren, aan al de omstanders die erbij waren. Dat ze zich maar beter konden onderwerpen aan het Romeinse gezag of dat dit gevolg zou kunnen hebben. En de Heer Jezus Christus neemt dit, geeft dit als voorbeeld, dat voorbeeld van onderwerping aan zijn toehoorders, om hen aan het nadenken te zetten. Omdat ze niet zomaar blindelings en enthousiast achter hem aan zouden lopen. Hij gaf hen stof tot nadenken. De Heer Jezus was een leermeester, hij was een, een rabbi. En zoals dat in die tijd ook wel ging, dan werden bepaalde rabbis ook gevolgd door een aantal volgelingen, omdat zij zijn leer wilden horen, omdat ze zich konden vereenzelvigen met de leer en dat ze eigenlijk ook wilden doen wat die rabbi deed. En dat was ook het geval bij de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus had heel veel volgelingen. En hoe kwam dat dat hij heel veel volgelingen deed? Hij deed wonderbaarlijke dingen. Hij tekende een wonder en tal van genezingen. En daarom liepen er heel veel mensen achter hem aan. En dan gaat hij uitleggen, Heer Jezus, wat het betekent achter hem aan te lopen. Jezus wilde niet dat zijn volgelingen zomaar oppervlakkig zouden zijn. Dat ze maar oppervlakkig even achter hem aan zouden gaan en zomaar hem zouden gaan volgen. Maar hij wilde dat ze een welbewuste keuze deden om achter hem aan te gaan. Om naar hem te luisteren. Om te geloven wat hij te zeggen had tegen hem. Hij wilde dat ze werkelijk standvastig in zijn voetsporen zouden wandelen. En hij maakte hen duidelijk wat het betekent om hem te volgen. Want hem volgen betekent dat het u iets gaat kosten. Mensen gaan. In onze maatschappij heel gemakkelijk mee in allerlei redeneringen en nieuwe dingen en nieuwe zaken die op hun pad komen. Maar zodra dat ze merken dat het hen iets gaat kosten, zodra dat ze merken dat het te veel inspanning van hen vraagt, dan haken ze af. En zo is dat ook met vele nieuwe trends die van alle kanten overwaaien, dikwijls vanuit Amerika ook overwaaien, en mensen springen er enthousiast in mee. En dan zie je na een aantal maanden, deemst het al weg en niemand spreekt er nog van. Zo zijn ook mensen. En Jezus wil je de aandacht optrekken van mij volgen, dat gaat u iets kosten. Dat is niet zomaar even achter mij aanlopen. Christus verlangt van zijn volgelingen dat ze hem 100% gaan vertrouwen. Dat ze, hem, dat ze zich 100% aan hem zullen onderwerpen, vandaar het kruis dragen. 100%. En misschien wel, zoals hij ook zegt, misschien wel tot in de dood. En dat is wat gisteren te dagen ook gebeurt broers en zussen. Zeker als we kijken naar het Midden-Oosten, de landen waar daar onze broers en zussen vervolgd worden. Sommigen gaan Christus blijven Christus achterna gaan tot in de dood. Dat gebeurt nu op dit moment. Vandaag zullen Weren vele gelovigen sterven vanwege hun geloof. Dat is de prijs die ze, zij moeten betalen. Het begrijpt natuurlijk wanneer de Heer Jezus Christus die menigte aanspreekt. en over het feit geeft dat zij hun kruis moeten dragen. om hem achterna te gaan. dat zij er wel eventjes van schrokken, denk ik. en dat ze er wel eventjes moesten over nadenken. wat dat allemaal te betekenen had. En ik denk dat ook wij als geloven, als volgelingen van Jezus Christus, er eigenlijk elke dag moeten bij stilstaan wat het betekent om de heer Jezus Christus te volgen. Hem volgen is niet maar zo vrijblijvend. Het is niet zomaar wat uitkiezen wat, wat wij interessant vinden, wat past binnen ons kader van onze eigen verlangens, dat past binnen de, de dingen die ons ook tevreden stellen. Dat is het niet. Het is niet vrijblijvend. Jezus Christus moeten we volgen met 100% van ons hart. Het betekent te doen niet wat wij verlangen, maar wat hij verlangt in ons leven. Want, zegt hij, anders kunt u geen discipel van mij zijn. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Met andere woorden, bezint voor je begint. Ik heb een... Ik heb het even, even snel tellen. Ik heb in, in mijn 45 jaar dat ik al een wedergeboren christen ben. heb ik helaas heel veel christenen weten afhaken. Van het volgen van Christus naar het Gem niet meer. En dat is erg. Maar ik heb er ook heel veel zien stand gehouden. Niet tegenstaande de moeilijkheden, de problemen die ze hadden, persoonlijk, maar ook op het vlak omdat. Maar het hetgeen ook niet gunde dat ze Christus achterna hingen. Omdat ze ook veel tegenstand ondervonden. Maar mensen zijn blijven gaan achter Christus. Ook wij, Marleen en mezelf, in het begin in ons christelijk leven, waren nog jong, we waren nog niet gehuwd. Het volgen van Christus gaf direct al heel wat weerstand in onze omgeving. Gaf heel, heel wat problemen. Maar we zijn ervoor blijven gaan. En God geeft ons oplossingen Gegeven om te kunnen blijven voorgaan. En die oplossingen heeft hij op wonderlijke manier ook verder in ons leven ook gebruikt tot, en gemaakt tot, ja, tot, tot mooie dingen in ons leven. In het gedeelte, in het laatste gedeelte in hoofdstuk 14 dat we gelezen hadden, daar geeft de Heer Jezus twee voorbeelden van mensen die bepaalde doelstellingen voor ogen hebben. We hebben eerst een bouwer, zeg maar, een entrepreneur, een, een aannemer die een bouwwerk moet bouwen. En die moet goed kijken hoe hij bouwen en wat hij voldoende middelen heeft om het te bouwen. En hij heeft dan ook een koning, een koning die te strijden gaat trekken. Moet ook nadenken van, doe ik het of doe ik het niet? De bouwer moet zijn kosten berekenen. De koning die moet goed nadenken, zegt de heer Jezus. En als wij Jezus willen volgen... Dan moeten wij goed nadenken waar we mee bezig zijn. En dat moeten we dagelijks ook doen. Dagelijks hebben we ook gelezen, moeten wij ons kruis op opnemen. En we moeten dagelijks ons bewust zijn dat het ons iets kost. Dat het op die nieuwe dag die wij ontvangen en waar we ingaan, dat het ons iets kan kosten. Dus Jezus zegt, kijk, als je mij wil volgen, denk goed na, bereken de kosten. En als je niet bereid bent om de kosten te betalen, dan zul je het ook niet lang volhouden. Je zult niet lang volhouden om, om de Heer te volgen, want het is niet vanuit het diepste van je hart. En als je dat niet volhoudt, dan maak je jezelf belachelijk, zegt de Heer. Ze zullen u bespotten, zei hij tegen de. Dus we moeten goed nadenken. En we moeten een heel bewuste keuze maken, elke dag opnieuw. Om de Heer Jezus Christus te volgen. En als we dat niet doen, dan zijn we eigenlijk een beetje lichtzinnig bezig. Weet u natuurlijk, wil de Heer dat iedereen voor Hem kiest? God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar wat is de realiteit? Dat er dagelijks vele duizenden, tienduizenden mensen zonder de Heer verloren gaan. En daarom wil de Heer. Dat ieder die hem volgt, dat gij dat ook op een goede, effectieve manier ook zal doen. Effectief volgeling van hem zal zijn. Dat hij het ook zal uithouden, dat zij het ook zal uithouden, tot uiteindelijk de eindstreep die er is voor ieder van ons. Dat wij de eindstreep ook zullen behalen en dat we het niet voortijdig zullen opgeven. Dat is wat de heer Jezus Christus beoogt. Met deze strenge, zal ik maar zeggen, uitspraak. Wie zijn kruis niet opneemt en aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Het moet een wel overwogen keuzes zijn. En weet u, de heer Jezus Christus coacht ons daardoor geen. Daarom heeft gij ons ook zijn woord gegeven. Daarom pleit gij ook bij de Vader. Voor ons. Daarom geeft gij ons ook de Heilige Geest gezonden, die in ons woont en die ons helpt en ons kracht geeft. Maar als je niet bereid bent om de consequenties te dragen van de keuze van het volgen van de Heer Jezus Christus, dan kom je vroeg of laat voor teleurstellingen. Erge teleurstellingen. En de Heer Jezus Christus wil niet dat u in teleurstellingen terecht komt. Maar wil dat u vanaf het begin vastgehouden zult zijn in het volgen van hem. Hij wil niet dat we halfslachtig bezig zijn. Hij wil dat we ervoor de volle 100% ook voor gaan. Dat we Hem met heel ons hart, met alles wat in ons is, met al onze kracht ook zullen volgen. Het is ook het eerste gebod. De here God liefhebben. Met andere woorden, een echte discipel van Jezus Christus die haat ervoor elke dag. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat Gij geeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. In het begin van zijn toespraak, in hoofdstuk 14 hebben we dat gelezen. Tot de menigte zegt Jezus: Ik wil in uw leven op de eerste plaats staan. Ik wil een plaats hebben voor uw held, voor uw hobby, voor uw job, voor uw auto, voor uw kinderen, voor uw vrouw, voor uw man. Goed gecorrigeerd, zuster. Ja, de Bijbel schrijft altijd dikwijls in de mannenvorm. Hè? Ja. Nog niet geëmancipeerd, precies. Hè? Ja, is waar. Hè? Anders kunnen we geen discipel van Jezus Christus zijn, zegt hij. Hij wil dat wij Hem het kostbaarste achten. Dat wij Hem nog kostbaarder achten dan ons eigen leven. Dat is wat de Heer Jezus Christus hier ook zegt. Nu, als je dat allemaal hoort, dan zou je bijna schrik hebben om de Heer Jezus Christus te volgen. Zijn er hier mensen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen? Niemand niet? Oké, okay, dan ging ik die eerst even bemoedigen. Jullie kunnen daartegen. Het lijkt bijna een onmogelijke zaak om de Heer Jezus Christus wel degelijk te volgen zoals hij het wil. En dan is de vraag ook natuurlijk: vraagt de Heer Jezus nu niet te veel van zijn volgelingen? Vraagt gij niet te veel offers van ons? En dan is mijn antwoord tweeledig. En het ene is ja. En de andere is nee. Daar gaat u moeten mee doen. Maar ik, het wordt duidelijker. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde die brengen ons naar de totale gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Geloof in die waarachtige God die ons lief heeft. Geloof in Jezus Christus die Zijn leven heeft gegeven voor ons zodat onze zonden konden worden vergeven. En dat wij, omdat de weg open is naar de hemelse vader. Goop, omdat wij hoop hebben. Omdat na dit aardse leven wij een heerlijkheid zullen zijn bij de Heere God. Dat al deze negatieve zaken als water van ons zullen af gaan druipen. En dat wij een zicht hebben op de Here Jezus Christus. Dat wij een zicht hebben op de eeuwigheid. Dat wij een zicht hebben... Op het hemelse koninkrijk. En liefde. Liefde voor de Heere God. Wij moeten de Heere God lief hebben met heel ons hart, heel onze ziel. Al onze kracht. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie zaken waar we dagelijks ook moeten aan werken. En wanneer u daar aan werkt, dan volgt die gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Om hem te volgen door alles heen, volgt als automatisch. Het is helaas waar dat niet iedereen die een project begint en goede voornemens geeft, dat hij het tot het einde ook haalt. En zo is dat helaas ook, ik heb het al vernoemd, met het volgen van de Heer Jezus Christus. Maar u moet goed weten, dat in het volgen van Jezus Christus, dat wij er niet alleen voor staan. We staan er niet alleen voor. Ik heb het al gezegd, de Heer Jezus Christus blijft bij de Vader voor ieder van ons. De Heer Jezus Christus heeft de Heilige Geest gestuurd om in ons te wonen, om ons te helpen, om ons kracht te geven. En dat is geweldig. De Heilige Geest die is enorm werkzaam in ons leven. Ik denk meer, u bent er zich waarschijnlijk meer niet bewust van dan bewust. Maar als u zich richt, zoals we dat verhaal hebben gehoord van Zet ook, op leiding van Gods geest, dan ontvangt u wonderlijke wegen, dan gaat God u op een machtige manier ook leiden en u tegemoet komen. Maar we hebben niet alleen de Geer Jezus, we hebben niet alleen de liefde van de Vader, we hebben niet alleen de geest die in ons woont, we hebben ook elkaar. We hebben elkaar om elkaar te bemoedigen. Daarom bent u hier vanmorgen. U kan geen christen zijn thuis alleen, want u dooft uit. Dat garandeer ik u. Daarom zijn er in deze morgen twee soorten mensen binnengekomen. Zij die bemoediging nodig hebben en zij die bereid zijn om anderen te bemoedigen. En soms wisselen die van, weet wel, soms ben je een bemoediger en soms heb je bemoediging nodig. En dat is zo belangrijk in het lichaam van Jezus Christus. Dat we elkaar liefhebben, dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar ondersteunen, dat we voor elkaar bidden, dat we er zijn voor elkaar. We moeten elkaar aanporen, zou ik. De Heilige Geest die geeft ons kracht. Toen de Heilige Geest op Pinksteren over de gelovigen kwam, dan ontvingen zij kracht, kracht waarop dat ze moesten wachten, kracht die wij eh, ook mogen ervaren. Maar hij geeft ons niet alleen kracht om in stand te houden in het leven, hij geeft ons ook geestelijke autoriteit. Om te geersen over bepaalde moeilijke situaties in ons leven. Waar wij in gebed strijd mogen voor gaan voeren. En dat leidt naar overwinning. Want God wil ons telkens opnieuw overwinning geven. In de hoofdstuk 4, en de meeste van jullie zullen die tekst wel kennen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Met andere woorden, het is niet tegen, tegen mensen. We vechten niet tegen elkaar of mensen vechten niet tegen ons. Maar het is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het zijn die machten van de duisternis die mensen opzetten tegen elkaar, die mensen, ongelovigen, opzetten tegen gelovigen. Wij moeten sterk staan in de Geer. Weten dat Gods kracht door de Heilige Geest in ons is. Dat wij geestelijke autoriteit hebben, want we zijn gezeten in de hemelse gewesten, zegt het woord van God. Geloven christenen, die staan zwak wanneer zij zich niet bewust zijn van de geestelijke autoriteit die ze gekregen hebben van de Heere God in de Heilige Geest. Ze staan zwak. Als je bijvoorbeeld het schild van het geloof, waar ook Efeze over spreekt, als schild van geloof niet weet te hanteren, niet weet op te geffen tegen de brandende pijlen die vanuit het rijk van de duisternis op u kunnen worden afgevuurd, om u te ontmoedigen, om u af te brengen van de heer Jezus Christus, dan zult u het niet lang uitgouden. Dan zult u niet lang uitgouden om een volgeling van Jezus Christus te zijn. Daarom zijn die wapenen van de geestelijke wapenrusting zo belangrijk om ons toe te passen in ons leven. Ik heb er maar eentje van opgenoemd. Maar die autoriteit hebt u gekregen. U moet ze ook toepassen in uw leven. We zijn niet zwak, we mogen sterk zijn in de geer. We zijn meer dan overwinnaars. En soms heb ik de indruk dat sommige, sommige christenen verliezers zijn. Want het gaat het. We zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Als je aan een project begint... En jullie zijn allemaal aan het project begonnen... Van het volgen van Jezus Christus. Dan moet je er altijd even goed over nadenken. Dat hebben we al gezien. Even de kosten berekenen. En dan is misschien de vraag van... Wat we, dat mensen heel dikwijls doen wanneer ze projecten hebben. Wat zijn mijn doelstellingen? Hm? Doelstelling. Nu, ik heb er één opgeschreven... En dat dus zou als volgt kunnen luiden: onze doelstelling voor het volgen van de Heer Jezus Christus. En de doelstelling is: ik volg Jezus en niets of niemand zal mij op andere gedachten kunnen brengen. Vindt u dat goed? Ik volg Jezus en niets of niemand zal mij op andere gedachten kunnen brengen. Ik zal door alles geen volhouden, wat het mij ook mag kosten. En God. Zal mij daarvoor kracht geven. Ik vind dat nog niet mis, hè? Ik zal het nog even lezen. Ik volg Jezus en niets of niemand zal mij op andere gedachten kunnen brengen. Ik zal door alles geen volhouden, wat het mij ook mag kosten, en God zal mij daarvoor kracht geven. Ik denk dat dat een heel goede doelstelling is in het volgen van de Heer Jezus Christus. We staan er nooit alleen voor. God is altijd bij ons. En daarom vraagt de Heer heel overduidelijk. Dat wij Hem voor de volle 100% blijven vertrouwen in ons leven. Paulus zegt in de Romeinen, brief hoofdstuk 8, vers 28, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken te goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. God die doet de dingen in ons leven meewerken. Hij helpt ons. Ook die omstandigheden waar u het moeilijk mee hebt misschien op dit moment God, wil God in tegemoet komen. Daar kan hij verandering in brengen. En God wil daar verandering in brengen. Maar wij moeten blijven geloven. Wij moeten blijven vertrouwen. Maar we moeten vooral trouw zijn in het volgen van Jezus Christus. Ons doel om Jezus Christus te volgen is niet om een lang en gelukkig en zorgeloos levendje te leiden. Als dat uw stelling of uw doelstelling zou zijn, dan zit u ernaast. We moeten nog even geduld hebben. Dat komt nog. Al die lasten die van ons zullen afvallen. Het komt wanneer hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal creëren. En die komt er. Die komt er, geharandeerd. En ik denk dat dat zijn eerste en zijn tweede komst heel spoedig ook nabij is. Maar weet u, we zijn nog zo ver niet. We leven nog hier op deze aarde in het tranendal met al zijn moeilijkheden, met zijn problemen dat dat ook kan teweegbrengen. En de Heer vraagt wanneer we hem volgen, dat we dat ook op een blindlingse manier doen, hem blindlings durven vertrouwen en hem volgen. Trouwens, in 1 Corinthians hoofdstuk 15, vers 19 staat het, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dus het gaat niet om de dingen hier van het leven alleen. Oké, okay, God wil ons hier tegemoetkomen. God wil dat we gelukkig zijn. Absoluut hoor. God wil ons helpen. God, God gunt ons prachtige dingen. Hij gunt ons goede vrienden, hij gunt ons lekker eten, hij gunt ons een goede vakantie, hij gunt ons allemaal. God is een God van liefde, maar er zijn ook al die andere dingen die minder gemakkelijk zijn, waar Hij ons in tegemoet wil komen. Dus onze hoop moet in eerste instantie niet gericht zijn op het wereldse, maar er moet in eerste instantie gericht zijn op het hemelse, op het toekomstige, op het meest heerlijke dat nog moet komen. Dat is dat punt van onze hoop. Onze hoop die voor ons ligt. In Colossense hoofdstuk 3 lees ik de vier eerste versen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook. Met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In heerlijkheid. Het zal zijn in Zijn heerlijkheid. Maar ondertussen moeten wij hier op aarde als Zijn volgelingen vasthouden en Hem trouw blijven. Om uiteindelijk, wanneer we bij Hem zullen zijn, in Zijn heerlijkheid, dat wij daar onze levenskroon zullen mogen ontvangen. En dat is de kroon die elke trouwe volgeling van de Heer Jezus Christus, en ik hoop dat jullie allemaal, Jacobus zegt het als volgt in hoofdstuk in 1, vers 12, zalig is de man, die vrouw ook, die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heer beloofd geeft aan hen die hem lief hebben. Geloof, hoop, lief. Dus dit leven mogen we eigenlijk ook een beetje zien als een soort beproeving. Waar we ook uh, moeten doorgaan. Beproeving om hem in alle omstandigheden ook werkelijk trouw te blijven. Wat er ons ook mag overkomen. En dan verwijs ik nog even naar broers en zussen die vandaag sterven voor hun geloof. Wat er ons ook mag overkomen. Maar weet u, wij als gelovigen, wij moeten ons niet voortdurend ook bezighouden en zorgig hebben van ons leven. Wij moeten gericht zijn op de Heer Jezus Christus hier in het nu en weten dat de toekomst ook bij Hem zal zijn. En zoveel gelovigen ook maken zich zo dikwijls zorgen voor de dingen, dat hoor je dan in het pastoraat er ook, zoveel dingen voor de toekomst. En 99,9% van de dingen waar ze zich zorgen over maken, dat wordt nooit een probleem. Zorgen maken is niet goed. Wij, moeten, wij mogen eigenlijk dag aan dag leven. Wist u dat? Dag aan dag. Moet u nu niets plannen? Tuurlijk, uw vakantie moet u plannen, want anders kunt u niet op reis. Maar u begrijpt wel wat ik we bedoel. We mogen dag aan dag leven. Maakt u geen zor zorgen voor de dag van morgen, zegt het woord. Want de dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. En zo mogen we in het leven staan. Want als u constant met zorgen bezig bent voor de toekomstige dingen, dan is het heel goed mogelijk dat, dat u begeerst wordt door angst op den duur. En dat mogen we niet toelaten. Angst komt niet van de Heere God. Van bij de andere partij. Angst is een zeer slechte raadgever. Waarom is de slechte raadgever? Het brengt u nergens naartoe. Het laat het spoken in uw hoofd. En u wordt in plaats van een reële persoon, een irreële persoon, irreëel in uw denken. En dat verergert dan nog. Zo mogen wij niet zijn. Wij moeten mensen zijn, volgelingen van Christus zijn, die vertrouwen op de Heer in alle omstandigheden van ons leven. En weet u wat er dan gebeurt? Dan zult u vitaal en krachtig zijn in de Heer. Vitaal en krachtig. In de Heer. Fysiek kan het misschien minder gaan, maar geestelijk zult u vitaal en krachtig zijn. Wanneer u bedlegerig misschien bent op een bepaald moment, zult u vitaal en krachtig zijn in de geest. Dan zult u niet liggen janken, zult u misschien degene die bij u komen kunnen bemoedigen. Begrijpt u wat ik bedoel? Vertrouwen op God. Uw toekomst ligt veilig. Uw toekomst is zeker. Gods woord die bemoedigt ons met zoveel woorden en ik lees er nog één uit 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13. Er staat: "God is getrouw, halleluja." Dat is al het preek op zichzelf. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Had het hoort? Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Het kan misschien zwaar zijn, het kan misschien moeilijk zijn, maar God zal ervoor zorgen dat er een uitkomst is. Wat is dan de uitkomst voor die broer of die zus die gedood wordt in een van de islamitische slammen? Ook. Maar kracht. Blijdschap. Zekerheid. De dood tegemoet gaan in de kracht van de Heer. We kunnen ons dat niet voorstellen. Wij hebben, niemand van ons heeft het al moeten doen. Maar er bestaan verhalen over van mensen die op gruwelijke wijze gefolterd geweest zijn. Vanwege hun geloof hoe zij kracht ontvingen van de Heere God. En die voelde wat er met hen gebeurde. Zo getuigenissen zijn er. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven op, om die te kunnen doorstaan. God is getrouw. In Openbaringen spreekt de Heer Jezus Christus in een visioen tot Johannes en heeft het ook daarover de zeven gemeenten, waar een brief moet aangeschreven worden. En op een bepaald moment. Heeft hij het ook over Efeze? De broers en zusters in Efeze werden vervolgd op dat moment. En de Heer Jezus Christus gaat hen bemoedigen. En dan zegt hij, kunnen jullie je lezen in Openbaringen, hoofdstuk 2, vers 10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Het lijden wordt aangekondigd. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, Omdat oh. u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Oh, dat is wel uh, dat is geen boodschap dat we zomaar direct zelf van de Heer Jezus zouden willen horen. Direct, hè? We willen andere dingen horen. Maar dat is wat die broers en zussen hoorden. En hoewel het heel specifiek tot hen gericht was, tot die mensen daar op dat moment, zoveel duizend jaar geleden, was het tot hen gesproken, zijn het nog altijd woorden van de Heer Jezus Christus, die ook van toepassing zijn... Voor alle gelovigen van alle tijden. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Ik pik er die woorden uit. U kent Paulus, die vroeger Saulus werd genoemd. Hij is een prachtig voorbeeld van iemand die Jezus Christus is beginnen volgen en die het door alles geen oog heeft volgehouden. Hij is tot bekering gekomen. He, op weg naar Damascus. Je kent misschien dat verhaal wel. Hij had daar een, een, een bijzondere ontmoeting met de heer Jezus Christus. Hij bekeert zich daar. Onmiddellijk wordt hij een volgeling van Jezus Christus. En het eerste dat gebeurt, dan wordt hij al vervolgd in Damascus. Vanwege zijn geloof. De Joden moesten er niet van hebben. En hij moet vluchten. En hij vlucht naar Jeruzalem. En ook daar moet hij vertrekken en daar heeft hij een hart voor de Heer Jezus Christus en voor de Heer God en hij wil het evangelie de blijde boodschap in heel de wereld brengen. En hij gaat dan we kennen zijn, zijn reizen die hij maakt door het huidige Turkije en, en door Griekenland om de boodschap van het evangelie daar te brengen. En uiteindelijk zien we naar zijn leven dan zien we hem terugkomen naar Jeruzalem. En in Jeruzalem wordt hij uiteindelijk ook gevangen genomen en dan zien we dat hij ook gedeporteerd wordt naar Rome. Als u geïnteresseerd zijn Bent in wat Paulus allemaal is overkomen, moet u eventjes naar 2 Corinthië, hoofdstuk 11 gaan, en dan moet je het even allemaal gaan lezen. En ik garandeer u, u wilt geen honderdste part van wat die man is overkomen. Maar hij heeft volgehouden. Hij heeft stand gehouden als volgeling van Jezus Christus. En we zien dan na, uiteindelijk na een leven vol dienstbaarheid aan de Heer Jezus Christus en na veel lijden die hij heeft meegemaakt, dan zit hij daar gevangen in Rome. En hij wacht op zijn proces en uiteindelijk op zijn terechtstelling. En het is dan dat hij zijn laatste brief schrijft, althans wij menen dat dat zijn laatste brief is, en die is gericht aan Timotheus. En in, in die periode is alleen Lucas die nog bij hem is. En hij verlangt daarnaar om Timotheus te zien. En hij schrijft hem een brief. We kennen twee brieven van Timotheus. En in zijn brief dan zien we dat er geen sprake is van... oh heren, waar zit ik hier nu opgesloten? Er is geen sprake van, van zelfmedelijden. Er is geen sprake van spijt wat gij allemaal heeft gedaan. Integendeel, zijn woorden zijn een aanmoediging... voor hen die na hem komen het evangelie ook verder zullen uitdragen. Wij behoren daar ook toe. En dan schrijft gij in de tweede brief van Timotheus... Hoofdstuk 4, vers 7 en 8. Dan zegt hij, en dat is eigenlijk bijna een, zijn laatste woorden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij... Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En u behoort er allemaal toe. Want u hebt de Heer Jezus Christus lief. Volg hem, getrouw, houd vast, door alles heen. Niets of niemand gaat Paulus kunnen afbrengen van zijn geloof van Jezus Christus. Niets of niemand gaat hem kunnen afbrengen van het volgen van de Heer Jezus Christus. Wij kunnen geen christen zijn zonder dat de strijd, geestelijke strijd, op ons pad zal komen als gelovigen. Ons blijven inzetten, ervoor gaan in ons geloof. Als ons doel is, geldt om echt de Heer Jezus Christus te volgen met heel je hart, met al wat in je is, dan moet je bereid zijn, zegt de Heer Jezus Christus, om je kruis te dragen. We moeten ons doel voor ogen houden. Het kost inspanning, maar blijf op de Heer vertrouwen, omdat Zijn plan, die Hij voor uw leven geeft, ook volledig tot uiting tot stand kan komen. Want Hij heeft een plan voor ieder van. Hoe dan ook, is een christelijk leven het mooiste leven dat iemand kan hebben. Ook met alles wat erbij hoort. Het is zelfs het meest boeiendste leven dat u kunt hebben. Want als ik de Heer Jezus niet had gekend dan had ik misschien niemand van jullie gekend. Jullie zijn boeiende wezens. En ik ben blij dat ik hier mag staan. Een boeiend leven met de Heere God. Maar het vraagt iets van ons. Dat is ondertussen nu wel duidelijk. Maar weet u, het vooruitzicht op de toekomst, dat maakt mij zo blij. Dat verheugt mijn hart. En wanneer u soms het moeilijk hebt in uw leven, en zie wat er komen zal. Dan zullen we zijn in, zijn in Zijn heerlijkheid. Welke inspanningen zal het u allemaal kosten hier op aarde? Dat is moeilijk op te antwoorden. Vooral van ons zal dat verschillend zijn. We hebben broers en zussen over heel deze wereld. Zitten allemaal in andere omstandigheden. Maar weet u, God vraagt aan ieder van ons wel dezelfde inspanningen. Hij vraagt dat wij met heel ons wezen van hem Goden. Dat is een heel belangrijk punt. Het allerbelangrijkste, mag je maar zeggen. Hij vraagt ook dat wij een relatie hebben met hem. Dat het niet alleen maar onze lippen zijn die iets zeggen, maar dat we werkelijk met ons hart in verbinding staan met hem en naar hem ook luisteren. Want de Heer Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En vanuit die relatie word je bemoedigd. Ontvang je kracht. En ook het woord van God is een enorme bemoediger. En ik wil jullie bemoedigen. Blijf erin lezen, elke dag als het mogelijk is. Laat je bemoedigen door het woord. Laat je bemoedigen door de woorden van de Heer Jezus Christus. Ook daar spreekt God tot u. Ik zou zeggen, daar spreekt Hij wel misschien het meest tot, wanneer u open staat voor de Heilige Geest en u leest in het woord. Ik heb al een paar voorbeelden gegeven van het volgen van, van de Heer Jezus, van wat dat u kan kosten, van Paulus. Maar een aantal weken geleden waren we op een Freedom Festival, die doorgaat in Gent, een christelijk festival, waar we al zeven jaar ook in meer of mindere mate mee betrokken zijn als gemeente. En er waren. Christelijke muziek wordt gespeeld, groepjes die daar komen, kinderen die kunnen worden gesminkt, tafeltjes waar je iets kunt, weet ik veel allemaal, een gezellige, gezellige bedoeling staat en het staat opgesteld voor het station van Gens en Pieters dus komen vele duizenden mensen passeren daar en die zijn dan op weg dat is altijd in de periode van de die je die 1 miljoen bezoekers ontvangen en daar staat dan heel dat gebeuren en veel mensen komen daar lang dus de grote evangelisatiecampagne gebeurt en Marleen en mezelf waren uh, daar ook aanwezig en uh, we hadden uh, het geluk om enkele interessante mensen te ontmoeten uh, een echtpaar uh, even kijken, ze noemen Kevin en Leslie McNulty, dat waren Mensen die een evangelisatiebediening hebben over, over heel de wereld. Het zijn, uh, zo kunnen zeggen, opvolgers van de evangelist al Osborne. En ze hadden ook nog iemand anders bij hen. Dat was uh, van geboorte een, een Congolese man. Emmanuel Sony, uh, heette hij. Een Congolese voorganger Congolees die door omstandigheden ook in, in Amerika was terechtgekomen. En die man heeft ons zijn verhaal verteld. En we zaten aan een tafeltje. Hij zat daar, ik zat hier en Marleen zat naast hem. Maar ondertussen was... Veel lawaai en ik moest goed luisteren wat hij te vertellen had. Uh, ja, ik wou uh, dat verhaal, omdat het ons zo geraakt had wat die man allemaal tegengekomen was, uh, willen we het ook met jullie delen. Hij was uh, geboren dus in Congo, maar hij was geboren met het syndroom van Down. En uh, tot zijn 17 jaar hadden zijn ouders voor hem gezorgd en op een bepaald moment gaat hij naar een tentencampagne daar in Congo. En um, hij komt uh, tot bekering. En hij krijgt daar een boek mee, die hij thuis helemaal. Hij kon dus eigenlijk niet lezen of schrijven, maar hij komt daar tot bekering en hij wordt daar genezen. En aan hem was dus helemaal niks niet meer te zien. En um, hij, um, hij schrijft dat boek eigenlijk helemaal eigenhandig letterlijk over. En dat hij dat boek kon weergeven, maar dat hij dat waar hij. ...het geleer dat bij hem zou hebben. En hij uh, begint uh, te studeren, hij gaat naar de universiteit... ...hij, uh, hij doet allerlei campagnes zelf, dan. hij sticht gemeenten... ...dus hij gaat echt volledig voor de Heer. En uh, op een bepaald moment heeft hij een campagne... ...en dat was ergens in een, een plaatsje... ...en uh, hij wist niet dat er daartegen een ziekenhuis was... En dus de luidsprekers riepen de mensen op om te komen voor genezing, want dat de Heer geneest. En er zijn een heel pak mensen die komen om genezen te worden. Ook uit het ziekenhuis komen er mensen naar daar om genezen te worden. En een zeventigtal mensen van dat ziekenhuis worden genezen. En hij zegt, als jullie genezen zijn, gaan maar naar huis. Hé. Ja, alles is uh, oké. Okay. Uh, maar dat ziekenhuis was daar niet zo tevreden mee, dan die mensen weg waren. Hé. Dus zij gingen bij die mensen en ze zeiden, ja, je moet wel betalen. Maar ze zeiden, ja, maar we zijn niet daar genezen, we zijn op de campagne genezen. Ja, maar ja, we hebben toch kosten, je moet betalen. En ze zeiden, dat doen wij niet. Wij zijn op die campagne van die man genezen. En dan gaat het ziekenhuis dus naar hem toe en ze zeiden, ja, nu moet hij die kosten betalen. Hè? Want ja, wij moeten ons geld hebben. En hij zei, ja, dat kan ik niet betalen. Ik heb dat geld niet voor dat te betalen. En uh, ze zeiden, oké, okay, dan gaan wij een uh, rechtszaak aandoen. En op een van de andere campagnes komt er iemand naar hem toe en hij zegt: Hij zit in de problemen. Hè? En hij zegt: goh, Niet echt in de problemen, maar het ziekenhuis, er is een ziekenhuis dat mij wil een proces aan doen. Want. En hij legt dat uit. En uh, die man zegt: Nou, ik kan u zeggen, ik ben een christen. En ik heb goed nieuws van u, want Kabila die heeft uh, besloten om alle districtoversten is een plaatsje te verzetten, zodanig dat ze misschien niet, niet, niet te veel macht kregen in hun eigen district. Dus iedereen moest opschuiven. En hij zegt: ik ben nu in uw district, districtoverste, en uh, ik ben christen en ik ga dus die zaak voor u moeten tillen. En dus dat was dan ook zo, ze kwamen voor. En die man heeft hem vrijgesproken, omdat hij zei: nee, die de, de genezing is niet in het ziekenhuis gebeurd, maar gewoon op de campagne zelf. En dus hij was vrijgesproken. Nu, wat bleek dat eigenlijk in één keer dat Kabila zei: ah, dat is toch geen goed idee, we gaan al de districtoversten weer naar hun eigen district doen. Dus die man vond dat zo prachtig, is juist voor, dat, voor die uitspraak. Is hij daar geweest om hem te kunnen uh, vrij spreken En moest dan onmiddellijk terug naar zijn eigen district. En dan denk je: God is zo machtig, is, is zo magnifique. Natuurlijk, die uh, prediker uh, of die evangelist, die kreeg altijd maar meer gemeenten bij en meer pastors dat hij aanstelde. Op, op een duur had hij duizend onder zich. Die was heel. Uh, ja, invloedrijk in het gebied waar hij zit. En dan was er de, 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 de verkiezingen van, uh, de nieuwe verkiezingen. En Kabila was dat aan het voorbereiden. En hij had hem benaderd en gezegd: mogen wij, wilden voor onze zaak staan. En hij had gezegd: nee, politiek daar, uh, nee. En uh, ja, dat viel natuurlijk niet in goede aarde. En ze wilden hem doden. En uh, ze hebben ook iemand gedood, maar het was zijn broer, omdat hij wel op hem leek. Is zijn broer gestorven? Hebben ze hem gedood? En is hij eigenlijk met zijn gezin uh, moeten vluchten naar Amerika? En ook daar was hij eigenlijk nog niet veilig. Waren er nog invloeden dat ze hem ook daar zouden doen? Want hij predikt natuurlijk nog wel via internet en alle andere die dingen. Maar hij zegt, ik mag eigenlijk met niemand geen contact hebben. Want uh, als iemand met mij contact heeft, hebben ze hinter een probleem dat ze... Er waren al heel veel pasters die uh, vermoord waren, ook omdat hij contact met hem had. Hij kon ook zijn ouders niet meer zien, want ook in een ander land kon hij er niet mee afspreken. Want als zij dan teruggingen, waren zij weer een probleem. Dus om maar te zeggen dat die, ja, soms de heren volgen wel heel veel van u vergt. Veel, veel vergt. Maar dat was zo'n bemoediging voor mij om die man zo te zien gaan voor de heren. Altijd maar verder te gaan en altijd harder de Heer te dienen en hem overal uit te dragen. Zo'n zo mooie getuigenis dat we daar God is machtig, hè. Om zo'n man te gebruiken, eerst, hè. Met de ziekte van Down. En uiteindelijk zo'n bediening. En je had er ook alles voor over. Het was een voorrecht om zo iemand te mogen ontmoeten. En zijn verhaal aan te horen. Nu ja, goed, we zijn aan het einde gekomen van de prediking, Ik zal het maar zeggen, hè. En... Uh, ik hoop dat jullie net zoals we ook hebben gelezen uit de brief van Paulus in, dat jullie ook zullen kunnen zeggen op het einde van jullie leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Want daarvoor doen we het toch. Het is een strijd. De Bijbel spreekt van een strijd. Er staat niet, ik heb het goede leven geleven. Nee, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb volhard, zei hij. Paulus, en ik hoop voor jullie ook dat jullie echt ook volhardend zullen zijn. Ik heb geloof. En dat is ook mijn bede dat jullie jullie geloof echt zullen behouden. En weet dan dat ook, zoals Paulus het ook zei, dat je dan ook de kroon zult ontvangen die weggelegd is voor iedereen die de Heer Jezus Christus ook trouw volgt. En dat is de boodschap voor deze morgen. En eigenlijk wil ik voor jullie bidden, als dat goed is. En als jullie zeggen, en dat is misschien een beetje een statement dat we kunnen doen in de Hemelse gewesten. Ja, ik wil de Geren volgen zoals ik het gehoord heb. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, al wat erin is. wat het mij ook mag kosten, ik ga ervoor. Want God zal mij nabij zijn. Dan zou ik jullie uitnodigen om gewoon even op te staan. En dan wil ik voor jullie bidden. Ik sta al op, dus ik sta er ook bij. En als u niet kunt opstaan, maar u wilt toch opstaan, blijft u dan maar zitten. En de Heer kent uw hart. Lieve Vader, dank u wel voor deze morgen. Hoe heerlijk is het, Geer, wanneer broeders en zussen tezamen komen om u te verheerlijken, om uw naam te beleiden, om elkaar te bemoedigen en bemoedigd te worden. Hoe heerlijk is het om te weten, Geer, dat u in ons midden bent en dat u elk woord hoort, dat u elke gedachte hoort, dat u onze harten kent, Geer. En u gaat, uw liefde gaat uit naar ieder van ons. U slaat niemand over, Heer. En we danken U daarvoor, Heer. En, Heer, we danken U voor Uw woorden, waarin Gij ons op talrijke plaatsen oproept om echt Uw volgeling te zijn. Waar U ons ook waarschuwt dat het ons iets zal kosten. Maar dat U ook heel duidelijk in Uw woord openbaart dat we er niet alleen voor staan. Dat we U hebben. Dat U ons leidt door Uw Heilige Geest. Dat u ons kracht geeft door de Heilige Geest. Dat u bij uw vader pleit voor ons. Dat u ons ook aan elkaar hebt gegeven. Om elkaar tot steun te kunnen zijn. En zo bid ik u, vader God, voor al mijn broers en mijn zussen hier aanwezig. Die echt u willen volgen. Dat zij sterk in u zullen staan. Dat wanneer er problemen op gaan afkomen. Dat zij zullen wijten, heer. Dat zij op u kunnen vertrouwen. U bent getrouw, hebben we gelezen in uw woord, Heer, en ik dank u daarvoor dat u ons zo nabij bent. Amen, Amen. God zeg jullie allemaal, broers en zussen. Goed, ik wil de Heer bedanken voor het aanmoedigende woord van, um, van onze broeder. Uh, ik, ik, jullie hebben dit vaker gehoord dat iemand eens heeft gezegd: naar nou, Jezus komen kost niets, Jezus volgen kost iets, maar Jezus dienen kost alles. En zoals hij mooi zei van: er zijn geen kroondragers in de hemel die niet eerst op de naar de kruisdragers zijn geweest. We staan allemaal op, prachtig. En volk van God, de Heer zegene u en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest.